Na een dubbele longontsteking werd Mark, de zoon van campinguitbater Peter Gillis, midden in de nacht in kritieke toestand opgenomen op de intensive care en vervolgens in een kunstmatige coma gehouden. Volgens de laatste berichten heeft hij in totaal 24 dagen op de intensive care doorgebracht, waar hij vocht voor zijn leven. Tijdens deze periode verloor hij aanzienlijk gewicht en moest hij opnieuw leren lopen, praten en eten. Negen weken later is er goed nieuws. Aanstaande vrijdag zal Mark samen met zijn familie de pers te woord staan bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Dit persmoment is opvallend, aangezien Mark na zijn lange ziekenhuisopname voor het eerst weer in het openbaar zal verschijnen. Showkenner Bart Ettekoven meldt dat dit nieuws een positief teken is van zijn herstel. Evert Zantegoeds kijkt uit naar het moment en is benieuwd hoe Mark er nu uitziet, wetende dat hij aanzienlijk is afgevallen tijdens zijn herstel. In een statement van Peter Gillis en zijn vriendin Wendy van Hout wordt benadrukt dat het persmoment beperkt zal zijn tot een gezamenlijk gesprek. Gezien Mark Gillis gezondheid wordt gevraagd om rekening te houden met wat hij aankan en individuele interviews zullen niet plaatsvinden. De update van Mark zal niet alleen een inkijkje geven in zijn fysieke herstel, maar ook in de emotionele tol die de afgelopen weken hebben geëist, de filmploeg van Massa is Casa zal aanwezig zijn om dit bijzondere moment vast te leggen. Het nieuws over Marks herstel komt nadat hij afgelopen maand in kritieke toestand verkeerde. De dubbele longontsteking en daaropvolgende ziekenhuisopname zorgde voor grote bezorgdheid bij zijn fans en familie.